Je kijkt naar de Boekenmarathon 2020. Eén grote, lange, razende rollercoaster van boeken die op je afkomen via VRT Nu, live of uitgesteld. Want misschien bekijk je dit in een verre toekomst waarin mijn kapsel echt helemaal uit de mode is. Sorry dan, we hebben ons best gedaan. Dit is het jaar waarin er geen boekenbeurs is en hopelijk blijft het historisch gezien ook bij dit ene jaar. En kunnen we volgend jaar terug gewoon doen alsof alles normaal is en hier terug over de koppen komen lopen op zoek naar dat ene volgende boek dat niet weg te slaan is uit jouw hoofd en van jouw nachtkastje. Bij gebrek aan echte boekenbeurs stellen we om het kwartier een ander boek aan je voor. We doen dat nu al voor de 11e dag op rij en we zijn er nog altijd niet bij neergevallen, dus gaan we gewoon lekker door tot het einde van deze marathon en dan zitten we aan meer dan 300 boeken. Ik ben zelf de tel kwijt, straks horen we hoeveel het er exact geweest zijn. Misschien is het volgende boek jouw nieuwe vriend voor op het nachtkastje, al kan ik je dan aanraden om misschien toch een iets steviger nachtkastje in de winkel te gaan halen, want het is minder zwaar dan het eruit ziet, maar toch 800 bladzijden, dat leg je natuurlijk niet zomaar op eender welke plank. Dit is het veelbesproken en nu al tamelijk legendarische boek over Leopold II, geschreven door Johan op de Beek en met de ondertitel Het hele verhaal. Zo ziet hij eruit. Hopen dat mijn plankje het houdt. Alsjeblieft, zo blijft hij staan. Johan op de Beek, een heel erg goedemiddag. Goedemiddag. Johan, mensen gaan wellicht al wel iets gehoord hebben over dit boek. Het was wekenlang niet weg te slaan natuurlijk uit de actualiteit. Maar ik ga je toch vragen, kan je ons even in je eigen woorden vertellen wat je hier hebt neergeschreven? Wat staat erin? Eerst en vooral wil ik mijn bewondering uitdrukken voor jouw prestatie. Want hoeveel, 300 en zoveel boeken. Het is een marathon en knap gedaan en goed voor de boeken en de auteurs. Dank u wel. Dank u wel, Johan. Dat betekent uit jouw mond betekent dat heel veel. Maar ik ga dat compliment even doorgeven aan onze ploeg. Want dat wil ik altijd heel duidelijk zeggen. Het gaat hier niet over mij. Het gaat even over die boeken. Maar ook de mensen hier achter de schermen. Want we zijn met heel weinig. Er werken nauwelijks, ik denk, alles samen 10 mensen mee aan dit programma. En die verdienen alle pluimen. Dus als er pluimen zijn, stuur ze op naar hen. En nu wil ik inderdaad je verder laten vertellen. Sorry dat ik je onderbrak. Wat staat er in het boek? Weet je wat de ondertitel natuurlijk? Je kan nooit een verhaal, biografie over een mens, over een koning, dat natuurlijk nooit het verhaal zijn, omdat er altijd wel dingen zullen wegvallen en tussen de plooien vallen. Maar het was toch wel een beetje de ambitie om naast die overbekende, maar anderzijds ook weer niet zo heel goed gedocumenteerde fase van Congo, om eigenlijk een boek te schrijven dat een van onze langst regerende koningen overloopt. Hè, van bij het begin van de eerste tot en met toch 44 jaar koningschap daartussen. En heel veel, heel veel gebeurt. Dingen die hij in gang zet, maar ook dingen die in de 19e eeuw onze maatschappij van vandaag ook bepalen. Ik noem maar iets, maar de strijd voor het algemeen stemrecht, onze democratie, dat is iets wat toch in de tweede helft van die eeuw hard bevochten wordt, waar hij ook een rol in speelt. De oorlogssituatie, de defensie van België, net op het nippertje zal hij de wereldoorlog missen, want in 1909, maar hij heeft hem aankomen en voorspeld. Dus dat soort dingen allemaal, en vele dingen die ik ook niet wist hoor, die verbazend zijn en soms heel hilarisch en natuurlijk ook heel tragisch. Dat staat er zo wat in. Ja, dat is een goede korte samenvatting van 800 bladzijden, dat leven van Leopold II. Ja, het is natuurlijk de koning die we allemaal meteen associëren. Dat is er echt ingebakken bij ons allemaal met de kolonie, met Congo en met de dingen die daar gebeurd zijn. Maar jij hebt in dit boek ook willen schrijven dat hij ook zoveel andere dingen was. Was dat toch een beetje zat er toch ook een beetje een missie achter dit boek? Als er al een missie achter een van mijn boeken zit, dan is het om de lezer te informeren en plezier te geven tegelijkertijd. Als je dat een missie kan noemen, ja, dan is dat een missie. Maar moest je suggereren dat ik absoluut iets wilde
compenseren. Ik denk het niet. Dit boek ligt al jaren op de wervel. En dus de herrie die er geweest is net voor de zomer. Ja, als je van uw luisteraars, maar ik denk eigenlijk eerlijk gezegd geen ene, het idee dat je in juni denkt van als ik daar nu weer een boek schrijf en dan 3 maanden later met 800 pagina's komt, zo werkt het niet. Nee, maar ik stelde die vraag gewoon, omdat, en echt met alle respect, ik stel ze heel erg open en gewoon benieuwd naar jouw kijker op. Ik heb een stuk in een tijdschrift gelezen van met een paar andere historici die het boek gelezen hebben. En die wel aanhaalde dat je toch een bepaalde bewondering of sympathie voor Leopold II lijkt te koesteren. Is dat zo? Helemaal niet. Ik vind, wie het boek gelezen heeft, weet dat ook. Ik beschrijf hem als een heel onsympathiek mens, hardvochtig. Ja. Verantwoordelijk voor misdaad tegen de menselijkheid in de huidige tijd. Termen, en iemand die komt met een slaven, een Afrikaanse slaaf. Allee, ja, dat soort vrienden, die komen hier niet vaak over de vloer, moet ik u zeggen, helemaal niet. Nee, ik begrijp die negativiteit, die zure negativiteit van die professoren niet zo goed. Maar we leven in een moeilijk tijdsgewricht, nietwaar? Het is voldoende dat je probeert genuanceerd te zijn, dat je tracht objectief te zijn, dat je ook een andere klok laat luiden. En onmiddellijk zijn de mensen die zich dan geroepen voelen om te zeggen van die zit in dat kamp of dat kamp. Als er één ding is wat ik niet ben, dan is het een kampbewoner in de politieke zin of die ideologische zin van het woord. Ik probeer... Ik denk ook niet dat geschiedenis zo in steen gebeiteld staat. Ook de mijne niet, ook deze niet. Daar zullen nieuwe dingen opduiken. En dan moeten we die aanvaarden, maar je kunt niet vanuit één ideologisch perspectief denken dat de waarheid is. Wie dat doet, ja, die hoort thuis in een totalitaire maatschappij, een democratische maatschappij. Dank voor die reactie inderdaad op inderdaad kritieken die verschenen zijn, maar gelukkig ook heel veel lof voor dit lijvige werk waar een ongelooflijke kennis en onderzoek achter zit. Ja, dan, je zei het net zelf al, je bent daar zo lang aan bezig, dan verschijnt dat boek en exact op het moment dat boek verschijnt ontploft de Black Lives Matter beweging, die natuurlijk ook veel met de decolonisatie en dus ook met Leopold te maken heeft, de hele discussie over zijn standbeelden, over zijn erfenis, wat dat betreft. Hoe heb jij dat beleefd? Dat moet een rollercoaster geweest zijn, toen dat boek dan eindelijk verscheen. Kijk, het viel niet helemaal samen natuurlijk. Hè. De oproer in het centrum van Brussel, dacht ik, mei of juni was dat zoiets. Is uitgekomen nu pas in september, dus er lag daar die grote vakantie. Ik kan het niet echt beschrijven als een rollercoaster, maar wat natuurlijk wel zo is, dat je al jaren geleden ziet aankomen dat het tijd wordt, dat daar is een allesomvattend of zoveel mogelijk omvattend werk over verschijnt. Ik denk dat dat... plus... Ik heb de Zonnekoning gedaan, ik heb Napoleon natuurlijk gedaan. Dat zijn grote figuren die ook niet bepaald engeltjes waren. Nee. Ik denk dat deze er wel in paste. Dus eigenlijk met die Black Lives Matter beweging, ik heb er ook in het boek oordeel over. Hè. Nog in de goede, nog in de slechte zin, ook over die standbeelden niet. We hebben daar een commissie voor, ik hoop wel dat ze het boek lezen. Ja. Maar het is niet... Ik vind, laat ons eerst het debat voeren. Laat ons dat op een democratische manier voeren met woord en tegenwoord. Laten we dat niet op de man spelen, zoals ik inderdaad in één blad heb mogen doen. Maar laat ons het debat op een democratische manier voeren. En als je het aan hebt en iemand en het parlement bijvoorbeeld zegt dan van laten we die stand maar laten staan of laten we ze weghalen, dan heb ik daar... absoluut vrede mee. Ik, voor mij mogen die weg. Hè. Voor mij mag iedereen zijn mening daarover zeggen.
Daar gaat het hele... Ik wilde een boek schrijven over wat er in de 19e eeuw gebeurd is. Voilà. Niet vandaag. Laten we daar terug naartoe gaan, want inderdaad, we verzeilen inderdaad snel in actuele discussies, maar dit is inderdaad een biografie, een geschiedschrijving. Die Leopold II was natuurlijk ook echt een fascinerende figuur. We vergeten ook soms... Ik hoorde je daarnet vertellen, ja, hij is eigenlijk vlak voor die Eerste Wereldoorlog gestorven. Ja, dat kunnen we ons zelfs niet meer voorstellen. Dat hij zijn hele leven heeft geleefd in een België dat geen oorlog of geen Eerste en Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. Hij was ook in zijn privéleven een koning van België, zullen we maar zeggen, niet onbesproken. Heb je dingen ontdekt daar die je verrast hebben? Ja, veel eigenlijk. Het is een ongelofelijke figuur. Wat mij bijvoorbeeld verraste, is het plan helemaal in het begin. Want u zegt Eerste Wereldoorlog, hij heeft het net niet meegemaakt, maar ook, laten we niet vergeten, dat die wordt geboren als België 5 jaar bestaat. Ook dat is, hè, ja. Dat is ja. Iets wat je niet meer kunt voorstellen. Nee. Oorlog, ja, hij heeft wel de Frans-Pruisische oorlog meegemaakt in 1870, waar wij net eigenlijk aan de ondergang ontsnapt zijn. Nee, maar je vraagt verrassingen. Als hij nog kroonprins is dan moet die koning, die vader van hem, die Leopold I, die denk ik, die moet 20 keer van zijn stoel gedonderd zijn in zijn bureau als zijn zoon met allerlei plannen afkomt. Ambitie die, in het begin is dat veel ambitie, weinig denken wij. Maar een van die plannen is om, hij is amper 20, hè, om, we gaan wat Nederland ons afgepakt heeft in 1839, dat gaan wij terug veroveren. We gaan Nederland binnenvallen met het Belgisch leger. Dat bijvoorbeeld. Hij heeft dat helemaal uitgedokterd met spionagewerk en zo. Enfin, dat zijn dingen die ik ook niet wist. Hè. Dat zijn van die waanzinnige 50 projecten om internationaal, hè, want we hebben het altijd over Congo natuurlijk, maar wat ik visionairder vind, want wat hij in Congo heeft uitgesproken, dat is natuurlijk voor heel veel kritiek vatbaar. Maar wat ik eigenlijk ook, dat is weinig geweten, een van de dingen die hij naar voren schuift, hè, dat is zeer internationaal gericht. België is te klein, is een kleine economie, we moeten de grenzen verruimen, we moeten onze economie naar buiten brengen. En een van de dingen waar hij zijn blik op richt is China. Ja, als je vandaag de dag kijkt wat dat betekent, China, hij zei dat al midden vorige eeuw, tweede helft vorige eeuw, is dat bewondering hebben voor die man. Hè? Dat is gewoon het nuchtere feit vaststellen dat niemand van de Belgische politiek en heel weinig in de economie met China bezig waren. Maar hij zegt, daar moeten we zijn. Daar zitten de exportkansen, daar zitten de goedkope productiekansen. Ja, sorry, ik kan alleen maar zeggen, de man heeft overschot van gelijk gehad wat dat betreft. Hè. Was hij ook op veel van die vlakken niet gewoon een beetje vooruit op zijn tijd? Eigenlijk een verrassend modern iemand? Wat China betreft, zeker in wat die gerichtheid... van weg van de mentaliteit en tracht ons grenzen open te gooien, denk ik wel. De manier waarop is iets anders. Maar aan de kant was hij toch wel iemand die de grondwettelijke limieten van het koningschap, van het Belgische koningschap, tot het uiterste heeft opgerokken. Heeft het wel gerespecteerd, de grondwet, dat moet ik er wel bij zeggen, maar het was een man. Koningen waren in die tijd ook nog, zeker hij, dat was iets, dat keek je naar op, de politici luisterden daarnaar. En hij maakt daar ook ruimschoots gebruik van het buitenlands beleid, dat was van hem. Maar daar moet je bij aan toevoegen, hij heeft die macht ook gebruikt om te waarschuwen. Er waren eigenlijk, weet u, rond de eeuwwisseling, de Belle Époque, zullen we maar zeggen, waren er eigenlijk maar twee grote politici in Europa, in West-Europa, die waarschuwden voor Duitsland. En dat waren de jonge Churchill, toen nog minister, en dat was Leopold II. Maar onze regering, nieuwe forten, soldaten bij, algemene dienstplicht. U heeft dat misschien niet meer meegemaakt, maar in mijn tijd was dat nog de wie, zullen we maar zeggen. Hij wilde de dienst. En allemaal vanuit dat idee, er komt iets op ons af. En we moeten zorgen dat... Ja, en men heeft het niet gedaan. En de prijs is in bloed betaald door zijn opvolger Albert en zijn soldaat.
Ongelooflijk fascinerend en er valt zoveel over te vertellen. Ja, het is 800 bladzijden en zo'n lang en rijk gevuld leven, zo'n passage uit onze geschiedenis, want dat is natuurlijk ook een stuk geschiedenis van België. Jammer dat we er niet nog dieper in kunnen duiken. Maar nu hebben mensen wel een idee, Johan, waar dit boek naartoe gaat en hoe fascinerend die hele geschiedenis is. Mag ik je danken om over deze iets wat labiele verbinding ons al een klein beetje aan de oppervlakte daarin mee te nemen en we gaan erin duiken. Ik durf te denken dat heel veel mensen nu al gefascineerd waren en dat ook nog meer zullen zijn. Dus haal hem in huis en duik erin. Of geef hem cadeau. Dit is ook echt het ultieme boek om onder de kerstboom te zwieren, denk ik, voor iemand in jouw omgeving. Absoluut doen. Johan Op de Beek, Leopold II, het hele verhaal. Ga vooral zelf eens op onderzoek uit, want het is zo'n rijke en veelgelaagde geschiedenis. Uitgegeven bij Horizon. En ligt nu dus ook in je lokale boekhandel. Alle informatie over het boek en je lokale boekhandel via boekenbeurs.be. En zeker voor dit boek geldt dat als je het in huis haalt, dat je kan blijven lezen.